Helemaal top. Ja, sexy bees. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Maar voordat we die van start gaan, ga ik jullie eerst even vragen om deze vlog te liken. En ook om je te abonneren op mijn kanaal. En dat kan je allemaal hieronder doen, dat wijst allemaal vanzelf, maar dat kan jij. En als je dat dan gedaan hebt, zeker als je geabonneerd hebt, dan moet je eventjes dat belletje wat dan verschijnt. Dat moet je er ook indrukken, want dan krijg je een notificatie wanneer ik een nieuwe Sexy Beast upload. Nou, en dat is toch hartstikke gezellig? Nou, en dat gezegd hebbende, kunnen we beginnen! Nou. Ik word weer alleen gelaten. Door het bompadje. Die gaat heel hard werken. Toch? Ja. Keihard. Ik heb een machine, dus lekker weer. Ja. Ik had een eindje ook gekropen. Ja, doe ik al op. Die hebben het jetzt am besten. Nou, Dennisje gaat werken. Ik heb trouwens wat ik nog voordat de UWV moet opsturen, dat heb ik even naar jou gemaild. Marco die heeft dat vanmorgen gemaild. Ja, we moeten hem even uitprinten. En ik heb ook toch maar die afschrift. Nou ja, dat zullen we wel zien. Ja. Als je dat even uit opkunt, dan kan ik dat maar op de post doen. Ik weet niet of jullie ook grote enveloppen hebben. Ja, maar waarschijnlijk staat of weet je verder het audio, dus dat is niet handig. Oh. Maar ik heb toch die liggen nog handen op in die kast volgens mij, die hele grote. Oh ja, dat prima. Daar had ik er een paar van gehaald. Nou, dan dat. Dus, en dan... Doei! Boven staat het raampje daar open, dus let op als het gaat zwaaien. Ik ben misschien niet thuis als je thuis komt, want ik moet komen naar mijn zuster verjaardag. Ja, dus je eet niet thuis? Nee. Ja, kijk maar. Ja. Doei. Doei. Veel plezier vanmiddag met mijn moeder. Ja. Drukke dag vandaag. Ik ga vanmiddag met mijn schoonmoeder, Ankie van Kantje, die jullie natuurlijk allemaal kennen, een zeepdruk maken. Dus we gaan artistiek doen. Creatief artistiek. Dus dat wordt vast hartstikke leuk. Ze heeft er heel veel zin in. En daarom ik ook. Ik heb dat vroeger wel eens op school gedaan, maar ik heb ze even druk gemaakt, maar goed. Mijn haar ruikt fantastisch. Ik heb het gisteren gewassen. Maar goed, dat heeft niks met een drukke dag te maken. Wat wel met een drukke dag te maken heeft, is dat die zeepdruk maken van 2 tot 4 is. Maar het is niet hier in Zoetermeer en ik weet eigenlijk niet waar. Maar ik moest om 1 uur bij mijn schoonmoeder zijn. Dus het is 3 kwartier rijden hier vandaan. Dus nou ja, zeg jij het maar. Ik heb echt geen idee waar het is. Dus dat gaan we eerst doen. Dus om 1 uur moet ik bij mijn schoonmoeder zijn. Dan gaan we zeepdruk maken van 2 tot 4. Dan rijden we naar huis. En dan moet ik daarna naar Monster. Want dan is mijn zus jaar. Nou, die is al jaren. Maar dan ga ik naar mijn zusje verjaardag. Die is vandaag 51 geworden. Dat is niet de schoonheidsspecialiste zus. Het is mijn andere zus. Daar komt een vogel aangevlogen. Dus dat moeten we allemaal doen vandaag. Dat gaan we allemaal doen vandaag. Nou ja, is toch leuk om te weten. Ik wens mijzelf veel plezier. En hiermee is de vlog dan echt officieel begonnen. Oké. Fijne zaterdag. Maar ja, slaat ook nergens op. Ja, en dit is het vandaag. Ik dacht, dit is wel een goed zeefdruk outfitje. Die blouse, die kennen jullie. Dat is die verkeerd geknoopte blouse met het zakje aan de binnenkant. En die broek had ik gisteren ook aan. En die schoenen kennen jullie ook. Dus niks nieuws onder de zon. Lekker zomers. Het is mooi weer. Ja, dan ga ik zeefdrukken met mijn schoonmoeder. Maar goed.
Zij heeft heel veel zin in, ik heb er zin in, dus het komt goed, het wordt hartstikke leuk. Ik weet ook niet zo goed wat ik me erbij moet voorstellen. Want ik dacht dat ik wel het gezeefdrukt had op de middelbare school, maar bij nader inzien was dat een ets. Dus dat is heel wat anders. Nou ja, goed. Als het niet lukt, dat zeefdrukken, dan zie ik er in ieder geval fantastisch uit. Toch? Nou, we gaan naar het groen toe. Die doet er wat bij, dus dat gaat lopen. Dat is makkelijk. En dan gaan we met haar auto er naartoe. En zo. Nou. En daar gaan we. Nou, we zijn er. Hallo! Hallo. Nou, we zijn op weg. Het loopt wel een beetje uit, maar het is wel erg leuk. Het is heel gezellig. Dus dat is het allerbelangrijkste. En mijn schoonmoeder heeft het heel erg naar de zin. Dus komt helemaal goed. En? Ik kan het nog redden. Oh. Ja hoor, het kan nog wat worden. Het kan nog wat worden. Of we staan nou ook op de blog? Ja. Oh, vreselijk. Ik ben gewoon hondsmoe. Nee, je hebt zeker uitgesneden wat je erin had moeten laten. Ja. Ja. Dat kan bij jou ook moeten. Ja, jongen, ik maak dus voor mijn zeefdruk met glas heb ik vast kant en klare schabloontjes. Dus ik had ja, dat is net iets makkelijker. Jongen. Dat is even iets makkelijker, inderdaad. Maar we komen er wel. We komen er wel, ook al zijn we er niet. Ja, dit heb ik gemaakt. Deze. Dit is mijn schabloon. Mijn zeefdruk. Dit is een super leuk toch? Kijk. Ik ben Harm, we kunnen gaan kijken of het voor jou goed is. Ja, helemaal top. Rustig voor niet knap hier. Half hoog. Rustig voor, niet te scherp. Zo, ja. Je raakt het omdraaien. Nu moet je het op het papier. Raak het voor. En dit is wat ik doe met mijn hart. Ik doe het in de tafel. Niet zo hard, maar hard genoeg. Dan mag ik ook mijn voor het hoofd uitstellen. Goed. Ja, omhoog. Ietsje harder duwen. Ietsje harder duwen. Harder duwen. Dan mag ik weer op. Hard dat doe je dan nog even. Ja, je hebt hier een raad over te draaien. Oké. Zo, dat als je buiten met de raad op die pas, die vies wordt, dan niemand meer raad. Niemand meer raad. Dat was het ook niet. Ja, dat was het niet. Ja, ik zie dat ik kan bij je raad. Ja, inderdaad. Ik trek hem echt voor je raad. Ja, dat kan. Ja. Hartstikke leuk. Hij is hartstikke leuk, inderdaad.
hartstikke leuk geworden. Ze zijn hartstikke leuk. Het is... Nee, ik vind het hartstikke leuk. Zeker. Ja. Nou, gelukkig. Gelukkig. En dit is wat ik er uiteindelijk van gebakken heb. Mijn zeefdruk. Nou, de middag zit erop. Ik heb gezeefdrukt. Mijn schoonmoeder was hartstikke blij. Ze vond het echt hartstikke leuk. Ik vond het ook echt hartstikke leuk. Het is wel een beetje uitgelopen. Het zou altijd 4 uur duren. Het is nu 6 uur. Toch wel 5 thuis te zijn. Nu moet ik nog naar mijn zus. Die viert verjaardag eigenlijk. Tot nu. Maar goed, ik ga er toch maar even heen. En nou dat, ik loop nu naar huis. Ik denk dat het een bompaal thuis is. Dus nou ja, het was maar een dagje wel. Leuk om te doen. Dikke tip, ik ga safe drukken. Hallo. Hallo. Dag Virgo. Nou, ik ga naar mijn zus. Ja. Kun je daar wat eten dan? Ja, en anders dan weet ik volgens mij wel. Hoe lang ben je terug dan? Nee, niet zo laat. Dat, Kut. Oh. Nou. Wil je er nog één zien? Ja. Ja, ze zijn allemaal hetzelfde hoor, maar op zich wel. Heeft zij dat ook gemaakt? Maar nee, ik heb het hartstikke leuk. Oh, mooi. Leuk hè? Ja. Dat heb ik gemaakt, laat ik maar zien aan de mensen. Kun je een lijstje mee doen? Kijk, dat kan ik. Safe drukken. Oh. Wat is dat? Poep? Poep. Jezus. Heb je nou op de safe druk zitten poepen? Ja, hoe kan dat dan? Nou, weet ik niet. Ja, dag. Dik doei. Ja mensen, we zijn bij mijn zus aangekomen. Dus ik denk dat ik hierbij de vlog ga eindigen, want mijn zus wil vast niet in beeld. Misschien wel, misschien niet. Misschien krijg ik er nog een dikke doei uit. En zo niet, dan is hier alvast mijn dikke doei. Dit is kip. Ja, dat is kaas. Met kaas. Oh, we zijn op de vlog. Nou, mag rijden, maar jij denkt... Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Nou, gefeliciteerd. Dikke doei. Doei. Kijken en tot de volgende keer. Dikke doei.